Keila Kingsdiep. En vandaag zal hij het wel weer willen proberen. Niels van der Tol trekt aan de touwtjes voor Kiss & Ride om hem in de volgende verstelling te krijgen. En Driedik gaat op het moment Cassidy Bitt. En erachteraan gaat Iowa River en die maken zich op voor de eindstrijd. Gently Boko zakt op het moment iets terug. En Rick Wester gaat al half naar het tweede spoor met Hint Beukenswijk om met die Kiss & Ride straks moeilijk te maken. Paarden gaan de laatste wacht door en Niels van der Tol heeft nog steeds een lengtevoorsprong met zijn Kiss & Ride. Kiss & Ride heeft de leiding. Hint Beukenswijk zit nog steeds attent en erachter met Cassidy Bitt en Iowa River. Maar Kiss & Ride gaat als eerste de laatste rechte lijn in. Kiss & Ride heeft altijd de leiding. Hint Beukenswijk schuift langzaam op naar het tweede spoor. Met erachter Cassidy Bitt en binnendoor Goa Dizer. Gaan we een eindstrijd krijgen. Een duel tussen twee paarden. Kiss & Ride heeft op het moment nog steeds voordeel ten opzichte van Hint Beukenswijk. Die heel dapper probeert. Maar het is Niels van der Tol. De Lillipekeur. Die gaat die winnen met de 3. Kiss & Ride die wint voor de 1 Hint Beukenswijk. En heel close op de derde plek tussen paard nummer 7 Iowa River en de 2 Cassidy Bitt. Voorlopig dus 3-1. En we gaan straks de slow-mo beelden bekijken voor plek 3. En de mede-eigenaren van de Gele Canaries die hebben zich al verzameld bij de Victory Circle hier op Emmeloord. Want zij scoren opnieuw een winnaar en dat is geworden paard nummer 3, Kiss & Ride met Niels van der Tol. En die gaat opnieuw in een prachtige kilometertijd van 1:19.4. En bij de sponsoren zijn hier aanwezig Alco Bijkerk namens bouwbedrijf De Laken. En ook Hessellampen namens Zelwakerijlampen. We danken hun voor de sponsoring hier op Emmeloord. En Hoenkoers krijgt een fantastische winnaar. Dat is Niels van der Tol, de leerlingpikeur met Kiss & Ride. Een prachtige sierdeken. En ook de foto's gaan gemaakt worden met de sponsoren en alle mede-eigenaren van de Gele Canaries. Die dit jaar een fantastisch seizoen beleven. En natuurlijk met hun sweepstakeswin als hoogtepunt van Magnum de Liton. Maar ook voor dit soort koersen leven ze enorm. Mede-eigenaar Peter Delis regisseert de foto. Hij grijpt alle sponsoren en mede-eigenaren erbij rond Kiss & Ride heen. Prachtige plaatjes. Dan lopen we ook nog even naar Niels van der Tol toe. Niels, gefeliciteerd. Je was wel favoriet, maar je maakt het ook geweldig waar. Ja, nee, paardje doet het super. Kleppen nog omhoog. Eigenlijk met reserves over. Super voorbereid de Bas. En ja, op naar volgende Gele Canarie overwinning. Super overwinning. Toen Sieske de Vries eigenlijk al vroeg opzocht met Gently Boko. Maakte je toen nog wat zorgen? Ja, het ging wel eventjes een klein stukje snoeihard. Maar daarna kon ik het tempo 600-700 meter echt wel flink drukken. Nou, en dan rij je met zo'n paard gewoon weer weg. Uiteindelijk toch weer mooi ingedeeld. Hoeveelste overwinning was dit voor jou dit jaar? Nummer 5. Dat is op het moment de leiding voor het leerlingkampioenschap. Ja, we hopen we uit te breiden. Succes hè, Niels. Dankjewel. En dan zien we Niels van der Tol met de mooie sierdeken van Zelfmakerij Lampen. We danken ook de sponsoring Alco Bijkerk, bouwbedrijf De Laken. En Niels van der Tol die gaat nog één keer voorrijden met Kiss & Ride. Geef je een applaus. De leerlingpikeur die op het moment aan kop staat in het leerlingkampioenschap. Niels van der Tol en hij won hier met Kiss & Ride. Vlag is omhoog. En de start is gevallen met een uitstekende start van uw favoriet Kiss & Ride. Maar aan de binnenkant is al snel vertrokken start nummer 1 Rick Wester. Rick Wester die lijkt snode plannen te hebben met zijn paard nummer 1 Hint Beukenswijk. En gaat straks als eerste de stalterreinbocht in. En aan beide kanten zien we Kiss & Ride. Daarachter heeft Gently Boko een goede start gekend. En dat geldt ook voor Cassidy Bitt. En Rick Wester kiest op het moment de eieren voor zijn geld. Hij laat Niels van der Tol langzaam naar voren doorrijden met Kiss & Ride. Maar Hint Beukenswijk die is vol dadendrang. Kiss & Ride gaat nu overnemen van Hint Beukenswijk.
En dan is Sietske de Vries het eerste paard in het tweede spoor met haar Gently Boko. En daarachter heeft een mooie uitgangspositie Cassidy Bit met Sean Dekker. Binnendoor schuift op Goa Dizer die een prima start heeft gekend vanuit de tweede band. En daarachter zien we Vip Junior met Caroline Albers. En aan de binnenkant zien we nog Nielsen Jongejans met Iowa River. Junior Kite en de buitenkant El Salsa. En er waren kleine moeilijkheden voor Heine Antek. Hij is op het moment in de achtervolging. Leiding is in handen van Niels van der Tol met Kiss and Ride. De tip dus van Trotter aan tafel, maar ook van Kees Kammerga in de Draf Rensport vlog. De experts zien hem winnen en Kiss and Ride heeft de positie die hij heel graag wil winnen. Dat is de kop met Niels van der Tol. Maar hij krijgt nu een serieuze bedreiging van Sietske de Vries met Gently Boko. Gently Boko voert de druk op. Die heeft natuurlijk net ook de koers gezien van Jumilla en Levi Europort. En Sietske de Vries die denkt, dat ga ik vandaag ook proberen met Gently Boko. En zet de druk hoog bij Kiss and Ride. Daarachter volgde Rick Wester makkelijk met de Hint Beukenswijk. En daarachter zien we John Dekker, die weer naar de binnenkant is opgeschoven met Cassidy Bit. Binnendoor gaat nog altijd makkelijke Goa Dizer met aan de buitenkant Caroline Albers met Vip Junior. Junior Kite erachter. Iowa River is opgeschoven naar het tweede spoor. En daarachter zien we El Salsa. Niels van der Tol die wou beslist niet de leiding overgeven. En die heeft inmiddels 9 schut naar Sietske de Vries. Die weer schuin achter de koploper ligt. Kiss and Ride nog altijd de leiding. Halve lengte erachter in het tweede spoor. Gently Boko binnenkant die volgt heel erg waakzaam. Rick Wester met Hint Beukenswijk. Precies volgens dezelfde tactiek verraste hij al met Kyla Kingsdiep. En vandaag zal hij het wel weer willen proberen. Niels van der Tol trekt aan de touwtjes voor Kiss and Ride. Om hem in de volgende verstelling te krijgen. En Driedik gaat op het moment Cassidy Bit. En erachteraan gaat Iowa River. En die maken zich op voor de eindstrijd. Gently Boko zakt op het moment iets terug. En Rick Wester gaat al half naar het tweede spoor met Hint Beukenswijk. Om met die Kiss and Ride straks moeilijk te maken. Paarden gaan de laatste wacht door. En Niels van der Tol heeft nog steeds een lengtevoorsprong met zijn Kiss and Ride. Kiss and Ride heeft de leiding. Hint Beukenswijk zit nog steeds attent. En erachter met Cassidy Bit en Iowa River. Maar Kiss and Ride gaat als eerste de laatste rechte lijn in. Kiss and Ride heeft altijd de leiding. Hint Beukenswijk schuift langzaam op naar het tweede spoor. Met erachter Cassidy Bit en binnendoor Goa Dizer. Gaan we een eindstrijd krijgen? Een duel tussen twee paarden. Kiss and Ride heeft op moment nog steeds voordeel ten opzichte van Hint Beukenswijk, die heel dapper probeert. Maar het is Niels van der Tol, de Lillipekeur, die gaat die winnen met de 3. Kiss and Ride, die wint voor de 1 Hint Beukenswijk. En heel close op de derde plek tussen paard nummer 7, Iowa River en de 2, Cassidy Bit. Voorlopig dus 3-1. En we gaan straks de slow-mo beelden bekijken voor plek 3.